kerk naar weten wie jullie op zoek mogen komen. Hè? Zijn wij zover? Er zijn wel nog veel, hè? Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Van der Meren. Kijk, en, ja, en nou zie ik u ook. Oh, kijk. Kijk, daar is meneer Van der Meren ook. Ja, ja. Wij komen voor de fotoreportage. Oh ja, 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 dat hebben ze me verteld. Wij zijn met een klein gezelschapje. Ja, ja, inderdaad, een klein gezelschap. Want jullie gaan vandaag een dagje weg, geloof ik, hè? Ja. We komen jullie uitzwaaien. Ik wil graag beginnen met u, mevrouw Van der Meren. Want u bent vanaf 2006 vrijwilliger bij de Universidade Católica de Mozambique. Dan bent u ook vanaf 2006 vrijwilliger en samen met uw man, meneer Van der Meren, oprichter van de stichting Doctors for Mozambique. Naast uw baan als apotheker heeft u vanaf 2005 bijzondere maatschappelijke en sociale verdiensten opgebouwd. U bent 7 jaar lid geweest van de oudervereniging. U bent hulpouder bij de schoolbibliotheek geweest. U bent knutselouder geweest. U was begeleider van activiteiten en u bracht buurtactiviteiten in de school. Ik kijk bijna of u zelf verbaasd bent, maar zo groot. Als je opdoet, denk ik ook. Meestal is het waar wat hij opstaat. Ja, dat is ook leuk om te doen. Ja, dat is verbaasd. Ja, u mag straks terug praten. Dat duurt helemaal langer. Ja, ja, dat is speciaal momentje voor meneer Warmerdam, ook wel bekend als Ted. Ja. U helpt leden met het invullen van hun belastingaangifte. Altijd vriendelijk, deskundig en accuraat. In 2006 bent u lid geworden van het Schuttersgilde Sint Annagilde Nunendorp. Geachte heer Scholing, beste jongen. U was vanaf 1988 tot 1998 lid en voorzitter van de technische commissie. Daarna werd u vanaf 2006 voorzitter en vanaf 2008 tot 2018 weer vicevoorzitter. U heeft een groot hart voor de vereniging. Al met al bent u met z'n tweeën een meer dan fantastisch voorbeeld van mensen die alle middelen en al hun vrije tijd en de kwaliteiten die ze hebben meegekregen volledig onbaatzuchtig inzetten voor mensen die uw hulp goed kunnen gebruiken. En ten overstaan van al deze mensen is het een grote eer dat ik u vandaag mag mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning. En het is zeer uniek dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u allebei te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Proficiat. Te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte. Tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat. Ja.